Dat je gevoeld voor eigenwaarde. Als je het vervaardigt om je leven te doen, om wat te volwassenen, te leven in geld, in godsnaam, onder de uitspoeiende tv van zo'n prinsjes te komen. Ze weten geld voor de tienkiezen en voor de jeugdjes en de kracht. Ik denk dat ze dat doen. Ik denk dat jullie wel een aantal luxe goederen hebben. Ik vind daar zeer prijs op stellen voor de laatste jaren. Wel, het leren van het geld moet je keer anders. En nogmaals, er is een mogelijkheid om te lenen bij de overheid, dat is geen kans. Dit alles zeg ik omdat je de studio serieus moet nemen. En als je denkt dat je het binnen de banden van dit aquarium alleen gaat leren, dan kan ik het niet. Het moet van alle kanten komen, het is een gebruik om nieuwe informatie komen. En de beste wereld van de wereld en de beste onderwijsprogramma's van de wereld, die zijn niet genoeg om je te laten oefenen met een taal, om je mensen te laten leren, je kaart te leren, et cetera. Dat wou ik zeggen. Nu, ik kom daar uit de zaal. En nu ineens hetzelfde. In God's naam, als jullie ineens nog doen alsof je aandacht willen geven, waarom kom je? Als jullie voor de grenzen, dan kom je niet. Dames en heren, het is niet zo laf. Als je wat zeggen hebt, zeg dat dan. En je draagt je niet als de legendarische vertrouwenacademie student een dode diende. Ik wil niet dat mijn studenten dode dienden zijn. Dus zit niet tegen elkaar te vezelen. Maar als je wat te zeggen hebt, zeg het dan. Hardop, dit studeert dus nog de taal. Dus je zit in de faculteit internationale communicatie en je communiceert je communiceert alleen de mensen die daar naast je zitten in de ruimte. Kom maar aan. Grow up.